nooit iets. Behalve dat de kano's ongemerkt steeds een beetje krapper worden. Nog even en ze zijn zo smal als gangen. Dat komt doordat de zuurtjes elke maand opnieuw hun hele huis behangen. Harry en Huibert zijn namelijk zo zuur dat zelfs hun bloemetjesbehang ervan verwelkt. Als je op je tenen gaat staan, dan kun je vanaf het voetbalveld achter de huizen precies over de schutting in hun tuin kijken. Of nou ja, hun tuin. Het zijn tegels met in het midden een heel dun strookje gras. Het liefst hadden Harry en Huibert die stukjes gras vandaag ook nog betegelen, maar dat durven ze niet. Ze durven zelfs niet eens over het grasveldje heen te lopen. Dat heeft hun moeder hun lang geleden verboden. En dan vraag je je misschien af, goh, waarom? Als je moeder zegt dat het niet mag, dan doe je het stiekem als ze niet kijkt. Dit is hun moeder. Agaatzuur. Doe wat? Vraag dan aan de snijers. Harry en Herbert, wij zijn mijn favoriete kunstgebied. Oh, de SP3000, zegt de tandarts. Even rekenen hoor, twee stuks. Hij pakt zijn rekenmachine uit de la. Dat zou dan, plus de klei kosten en glazuur. Dan maal twee, kosten voor het opmeten, kosten voor het nameten, kosten voor het nog een keertje nameten. Dat kost dan op, tandbelasting, glazuurbelasting, opmeetbelasting, kleibelasting. Voor twee gebitten samen, extra glazuurlaagje. Voor twee gebitten samen kost dat ongeveer 48.000 en 12 euro. Nee! De zuurtjes. Nee! Heeft u geen tweedehands kunstgebitten? Jawel, zegt dan de snijers. Maar die wil eigenlijk niemand.